Ja, dat we zijn gaan robotmelken is gewoon... Ja, dat vertel je met trots dat je met Lely robotmelkt. Wij zijn melkveehouderij Vrijke. We hebben een maatschap, ik met mijn vader en mijn moeder. En wij melken hier 140 koeien. Wij zijn gaan automatiseren op het moment dat we de nieuwe stal hebben gebouwd. De mest wordt geschoven door een robot. Het voer wordt aangeschoven door de Juno. En het melken gebeurt dan met twee Lely astronauts, A5's. We zitten nu op een gemiddelde vet en eiwit van 4,36 vet en 3,60 eiwit. We hebben daarnaast ook nog 100 stuks jongvee. We bewerken ongeveer 68 hectare grond, 50 hectare gras en 13 hectare mais. De 21 juni 2021 zijn we overgegaan van de oude stal naar de nieuwe stal, dat is deze stal. Het is echt bijzonder goed verlopen. Zoals het er nu bij staat, zo stond het er een week later ook al bij. Onze keuze om automatisch te gaan melken was vooral de arbeidsbesparing. Mijn vader was iets meer van het melken als ik. Ik wou ook veel buiten huis werken. Dat is eigenlijk met de robots gewoon goed te doen. Want je kan de robots doen, ondertussen kun je nog heel veel andere dingen doen. En dat is wel iets wat ik heel graag doe. De reden dat wij voor Lely hebben gekozen is... Ik durf daar eigenlijk geen ander merk te kiezen. Dat is echt, ik ben zo uitermate tevreden over hoe het concept gebouwd is. Het is neusje van de zalm voor mijn gevoel. Het meerkerdaags melken, dat presteren de koeien na. Meer melk per koe, dat is eigenlijk het voornaamste punt. Als je hier loopt, dan, omdat je alles efficiënt loopt, kun je op een rustige manier heel veel doen. En net als bij melken was je gebonden aan die tijden. Je wist dat je, als je begon met melken, dan was je gewoon 2 uur zoet met melken. En tussendoor kon je niks anders doen. En nu heb je dat niet meer, dus die stress valt van je af. En dat is eigenlijk het voornaamste, dat je zo rustig op de veestapel is, zo ben je zelf eigenlijk ook. Het robotmelk heeft een enorme boost gegeven op het melkproductie. Er staat wel tegenover dat de stal natuurlijk ook vernieuwd is. De koeien hebben meer ruimte, meer de keuze. Voornamelijk het robotmelk heeft bij ons geresulteerd in een productiestijging van een dikke 1000 liter. Ja, je kunt aan de koeien zien dat ze het allemaal gewoon net iets makkelijker en iets beter doen. We kwamen rond tegen de 30 liter af en nu melken we gemiddeld 35 liter per dag. Door deze stal te bouwen en de keuze met de Lely-producten is alles aanzienlijk plus geworden voor ons. Daarnaast de productiestijging, het opname van het voer is enorm gestegen. De gezondheid van de koeien is verbeterd. De koeien worden natuurlijk meerdaags gemolken, dat is een enorm pluspunt. De koeien zijn rustiger, kunnen er eigen gang gaan. Ja, voor ons is het natuurlijk een heel groot stukje arbeidsbesparing. Ja, de Lely-producten geven gewoon zekerheid en een uitermate tevreden boer. De service is ook goed. Je belt makkelijk, je wordt teruggebeld, altijd vriendelijk, zelfs 's nachts. Dat is ook een keer voorgekomen. Lely voelt als een geoliede machine. Het is gewoon, het loopt. Het is gewoon doordacht. Als ik zou zeggen tegen een boer, je kiest voor Lely, dan hoef ik nou niet achteraf na te denken, joh, zou je wel de goede keuze gemaakt hebben. De reden dat wij voor Lely gekozen hebben, het is de machine. Het is de melkmachine, de melkrobot.